Welkom bij Inspirerende Hutspot, het YouTube-kanaal dat de wereld leuker maakt en jou helpt om steviger in jouw schoenen te staan, zodat jij de beste versie van jezelf kan worden. En in deze video, die wat langer is dan de video's die je van me gewend bent, duiken we echt even in het voelen. In het voelen van je grenzen. If you're not doing what you want, jij bent het waard om aan jezelf te werken. Grenzen. Grenzen baken iets af, namelijk waar jij bent en de ander begint. Maar ook waar jouw waarden gelden en waar de waarden van een ander gelden. Waar jouw wensen, je behoeften, je gevoeligheden gelden. Nou ja, je begrijpt het, en die van de ander. En natuurlijk, het is de bedoeling dat we allemaal rekening houden met die grens van elkaar. Maar in de werkelijkheid, doordat we verschillen in waarden, in behoeftes, in wensen, gevoeligheden, gaan mensen toch over die grens heen. Soms gaan mensen per ongeluk over die grens heen. En soms, ja, je snapt hem al, is het gewoon nonchalant. Mensen zijn nonchalant met jouw grens. Of zijn gewoon irritant, vervelend. In alle gevallen is het belangrijk dat jij jouw grens gaat aangeven. Want waarom is het belangrijk om je eigen grens aan te geven? Nou, jouw grens is net als landsgrenzen, heeft het alles te maken met het gevoel van veiligheid. Je raakt uit balans als er geregeld mensen dingen zeggen of dingen doen die jou raken, die je kwetsen, die je pijn doen. En ik snap het natuurlijk. Mijn ideaalbeeld van onze wereld is dat ik ook bij takloze mensen, bij vervelende, irritante mensen, helemaal zen kan blijven en al mijn eigen waarden kan behouden. Maar ja, weet je, we zijn mensen en dat betekent, we zijn kwetsbaar. Zeker innerlijk. Als iemand jouw grenzen respecteert, dan weet je dat, want dat voelt veilig. Let maar eens op hoe je ontspant bij een sensitief persoon, een aardig persoon. En hoe je alert bent bij een dominant of een lomp persoon. Je geeft dus je grenzen aan, zodat mensen rekening houden met jouw gevoelens. Met jouw wensen en jouw behoeften. Zodat je je emotioneel veilig voelt. En weet je, dit is een basisbehoefte. Dit is mega belangrijk. Als eerste is het goed om te weten en te voelen wat je grenzen zijn. En dat is iets wat veel mensen ingewikkeld vinden. Zeker als je gewend bent om je grenzen niet helder aan te geven, kan het echt even duren voordat je werkelijk weet wat je voelt. De reden hiervoor is natuurlijk heel erg simpel. Als je niet gewend bent om je grens aan te geven en je doet continu wat anderen willen, ja, dan ontwikkel je niet je eigen smaak. Je weet niet wat jij fijn vindt en wat je niet fijn vindt. En je leeft eigenlijk op mensen hun voorwaarden. Je leeft op hun agenda. Als je dan voorzichtig gaat verkennen wat je wel fijn vindt, dan zul je eerst dingen moeten proberen. Gewoon gaan proberen. En dan blijkt het misschien achteraf helemaal niet zo belangrijk te zijn wat je toen vond. Of juist veel crucialer dan je dacht. Soms is het meteen duidelijk. Weet je? Soms is het super duidelijk als iemand jouw grens overgaat. Je herkent het vast wel. Als je wordt uitgescholden of wordt belazerd. Maar het is vaak veel subtieler. Veel subtieler. En doordat het vaak subtiel is, kennen we lang niet al onze grenzen zo goed. Je leert je grenzen beter te kennen door ze te voelen. Als je begint met je grenzen aangeven, wil je er natuurlijk eerst voor gaan zitten. Schrijf gewoon op wat er op dit moment is gebeurd. Maak duidelijk voor jezelf, wat is je grens? Pak pen en papier en schrijf op hoe die andere persoon over jouw grens heen gegaan is. Welk gedrag jij niet meer wilt van die persoon. De reden waarom ik je dit vraag om dit zo concreet mogelijk te doen, is dat al het werk wat je in jezelf doet, het veel makkelijker maakt om naar de buitenwereld te communiceren wat je wilt. Als je zelf twijfelt over je grens, je hebt hem niet helder wat je werkelijk wilt bereiken, ja, dan ga je het heel lastig krijgen. In de situaties waar het te doet, is het heel belangrijk om eenduidig te communiceren wat jij wilt en wat je niet wilt. Als je dat niet duidelijk kan, dan zul je zien dat je uiteindelijk verliest. Tenminste, zo voelt dat dan. En ik weet het. Ik weet hoe het is om een grens niet helemaal helder aan te geven. En je probeert te voorkomen dat mensen het gedrag gaan vertonen wat je juist niet wilt. Wat gebeurt er? Ze gaan ermee door.
omdat ze merken dat jij niet zeker bent van jouw zaak. En hierdoor zal je zelfvertrouwen verder afbrokkelen en het kan leiden dat je de moed gaat opgeven. Het is nu eenmaal zo. Het kenmerk van een grens is dat hij niet beweegt. Hij is onhandelbaar. Als jij zegt, ik wil niet dat je me belt en iemand anders zegt, oké, dan app ik je wel. Ja, dan heeft hij of zij je dus niet goed begrepen. Misschien bewust, misschien onbewust. Jij wilt op dit moment geen contact. En het is logisch, het is logisch. Je kan niet verwachten van mensen dat ze zomaar hun eigen behoeften gaan opgeven, omdat jij hen meedeelt dat jij voorlopig of voortaan hier niet meer in kan helpen. Het definiëren van je grens is vooral nodig in de intieme relaties. Want als je niet gewend bent om je grenzen aan te geven, zit je ongetwijfeld in relaties met mensen in je persoonlijke kring waar je niet heel gelukkig van wordt. Want juist in die gevallen wil je zo helder mogelijk krijgen wat er misgaat. Denk aan de relatie met je ouders, met je partner. Deze relaties moet je gaan gebruiken. Die relaties waar het nu schuurt. Waarom? Omdat je deze relatie kan gebruiken om erachter te komen wat je wel wilt. Wat je echt wilt. Je hebt gewoon een aantal slechte voorbeelden nodig in je leven om te ontdekken. Om jouw voorwaarden te vinden. En die voorwaarden gebruik je om nieuwe relaties aan te gaan. En dan kan je ook de oude relaties stoppen. Helder maken in die oude relaties. En hoe sneller je merkt dat iets wat gedaan of gezegd wordt onprettig voelt, des te beter krijg je een beeld van jouw grenzen. En gevoelens manifesteren zich nooit in ons hoofd, hè? In ons lijf. In je romp, bij je hart of bij je buik, je schouders. Maar ja, het kan ook op andere plekken zijn waar je emoties voelt. Denk maar eens aan de uitdrukking met samengeknepen billen. Mijn hart verzakte. Mijn hart klopte in mijn keel. Om je grenzen beter te voelen, moet je eigenlijk beter leren voelen. En dat kan door gewoon heel goed aandacht te geven aan je eigen lijf. Dus de oplossing van deze video die ik aan je wil meegeven is, focus je niet op de ander, maar focus je op jezelf. En waar voel je dat het wringt? En op welke momenten wringt dat? En wat wil je? En wat ik al zei, ga dat noteren. Maak een soort dagboekje waarin jij schrijft wat je voelde toen iemand over jouw grens heen ging. Wat die persoon deed, wat het bij jou triggerde, wat het bij jou voelde. En wat je voortaan wilt. Wat je wel wilt, wat je niet wilt. Je schrijft het op. Zo ga je voor jezelf inzichtelijk maken wat je voelt. En dat helpt om op een bepaald moment je grenzen te gaan aangeven bij die persoon. Stapje voor stapje. Het is inderdaad wat ik zei aan het begin van de video, dat dacht ik al, een wat langere video geworden. Ik hoop dat je hier wat mee kan. Ik lees graag in de reacties wat jouw ervaringen zijn op het gebied van grenzen aangeven. Heb jij nog gedachten, nog tips voor andere kijkers en voor mij? Dan lees ik ze heel graag. Volgende week weer een nieuwe video bij Inspirerende Hutspot. Als je meer tips wilt hebben over zelfvertrouwen, dan kan je je ook abonneren op onze zelfvertrouwen nieuwsbrief. Of tenminste, het heet niet letterlijk zelfvertrouwen nieuwsbrief, maar persoonlijke ontwikkeling nieuwsbrief. Dat kan op www.inspirerendehutspot.nl. Gewoon op de homepage zie je dat rechtsboven. Zie je dat staan. Wij zien elkaar volgende week met een nieuwe video. Heel graag tot dan.